In de categorie Sporter van het jaar 2023, voor de sportprijs Leidschendam en Voorburg 2023, heb ik aan tafel Lindsay Landman. En zij is Pony Manner bij de Blesruiters in Stompwijk. Lindsay, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Helaas ben je de enige. Ja. Nabil Harjouli, schitterend door afwezigheid, is waarschijnlijk aan het trainen. Ja. Tom Beijen, de voetballer, is er niet, omdat hij ook moet trainen. Ja, dus moet jij bent de enige vertegenwoordiger van die sportprijs die op 26 februari gaat worden uitgereikt. Ja. Hoe kwam het op je over dat jij tot de genomineerden, tot de kandidaten van de sportprijs ging? Ja, heel leuk. Een eer. Ja? Ja. Hoe kwam je het te horen? Ik werd gebeld. Je werd gebeld. Maar ik wist helemaal van niks. Nee, je wist niet dat je genomineerd was? Nee, ik wist helemaal niet. En ook nog niet door wie? Nee, en niet dat het aangedragen was. Nee, niks. Okay. Ik wist helemaal van niks. Het was een totale verrassing. Jij bent Pony Manner. Ja, nou, het is een onderdeel van de koninklijke Nederlandse hippische sportfederatie. Ja. Om het even heel duidelijk uit te leggen. Ja. Daar valt de springruiters vallen daaronder. Ja. En de dressuurruiters vallen eronder. Ja. En uiteraard ook het mennen. Ook het mennen, Toen ik het begon te lezen, maar in te lezen over de Blesruiters en over Lindsay Landman. Ja. Bekroop mij het gevoel van dat is de ijsbrand chardon van de ponymanners. Ja. Ijsbrand chardon, voor de mensen die dat niet weten, is een meervoudig wereldkampioen mennen. Ja. Ja. Maar dan van paarden, niet van ponies. Ja, en vier paarden. Vier paarden. Ja. En bij ponies doe je het met twee. Ik doe het met twee. Je kan het ook met vier doen, maar ik heb er maar twee. Ja. Ja. Hoe ben je daar ooit toe gekomen om dat te gaan doen? Ik ben eigenlijk, op een gegeven moment heb ik een pony gekocht. Ja. En toen kwam ik op een stal terecht waar iedereen fanatiek mende. Ja. En toen dacht ik, oh nou, dat is ook leuk. Ja. Dat ga ik doen. En daar ben ik bij de Blesruiters terecht gekomen. Zijn er zoveel mensen bij de Blesruiters die het doen? Zijn er een aantal teams? Ja, bij de Blesruiters hebben we in totaal iets van 35 manners. Zo? Ja, en dat is in de regio echt heel veel. En wij organiseren ook heel veel leuke dingen voor manners. Dat valt me dan op, want ik heb er eigenlijk nog nooit over gehoord. Maar als je dit zo zegt, het zijn wel hele grote getallen. Ja, het is van Stompwijk. Dus voor Stompwijk hebben we ook een relatief groot aantal. Ja. En best wel actief zijn we. We organiseren zelf ook wedstrijdjes. Stompwijk is een sport waarop voornamelijk van schaatsers en wielrenners en Paarden. En paarden, dus dat is duidelijk. Ja, het is wel echt een paardendorp. Ja, je komt echt wel op voor die tak van sporten. Ja, ik kom op voor Stompwijk. Ja, heel goed. Ja. Dan vind je dat leuk en dan ga je dat doen. Ja. Maar hoe kom je dan uiteindelijk in die hoogste klasse van het mennen terecht, de ponymennen? En speel je mee om de hoogste prijzen in Nederland? Ja, heel veel trainen. Ja. Ja, probeer eens even uit te leggen. Want bij IJsbrand Chardon, zo zie je die grote spannen met vier paarden ervoor. Ja. En hele moeilijke routes. Ja. Allerlei obstakels moeten ze overwinnen. Ja. Ja. Hoe is dat bij het ponymennen? Nou, eigenlijk bestaat ponymennen hetzelfde als het paardenmennen. Het bestaat uit drie verschillende onderdelen. Het is dressuur. Dat is eigenlijk net zoals wat ze onder de man doen. Zoals Ankie van Gunsven doet. Ja, ja. Of vroeger deed. En, dus daar moeten ze netjes lopen. En dan heb je nog vaardigheid. Dat is, zijn pionnen. Daar moet je doorheen op snelheid. Dat zie je ook bij IJsbrand Chardon en dergelijke. Klopt. En dan heb je nog de hindernissen door het water en dat soort spectaculaire capriolen. Maar die onderdelen worden ook nog opgesplitst gereden. En in alle drie die onderdelen je kan je dus deze wedstrijd, het Nederlands kampioenschap, is echt dressuurvaardigheid. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de twee onderdelen van het netjes en het door de pionnen rijden. Ja. Die worden daar verreden. En dat is ook echt op de KNAS zelf in Ermelo. Oké. Ja, daar moet je ook voor selecteren. Dan krijg je eerste district kampioenschappen. En daar moet je dan weer goed genoeg zijn om mee te mogen doen. Oké. En dan, als je daar dan weer goed genoeg voor bent, dan ga je naar de Nederlandse kampioenschappen. Ja. En dat is dus een Ermelo. Maar dat betekent, omdat je al zoveel noemt hoe je je ervoor moet kwalificeren, je moet dat veel het pakken. Eigenlijk best wel een grote sport is. Ja, ja, en het is best wel een hele onderneming. Want je moet ik heb dan twee ponies, een car, een trailer. Mijn vader die groomt mij. Dus ja, dat groomen, wat betekent dat? Is dat iemand die aan die karretjes aan de achterkant hangt? Ja, hij staat achterop en hij zorgt voor de route en de balans van de kar. En hij vertelt mij waar ik naartoe moet en wat ik precies moet doen.
Oké. Okay. Ja. Maar dat lijkt me best wel een fysieke inspanning. Ja, voor zeker. Een, ik neem aan dat het een wat oudere man is inmiddels. 75 hij, is hij. 75, hij hangt nog steeds. Hij hangt nog steeds achterop. Hij had bij de 55-plus sporter moeten worden genomineerd. Ja, maar 55-plus Grom, ja. Ja, precies. Nee, maar dat vind ik echt opmerkelijk. Ja, ja. En dan ook nog op niveau meedoen om punten, om kampioenschappen. Ja, en het zijn ook echt lange dagen, want het duurt echt... Ja. Ja, je moet per onderdeel starten en dan moet je weer wachten en dan voor het volgende onderdeel. Dus het duurt echt wel lang. Het zijn lange dagen. Ja. Maar ja. Het is een mooie sport, zo te horen. Ja, heel mooi. Je zegt al, je moet op verplaatsing moet je heel veel doen om het voor elkaar te krijgen. Ja. Is het allemaal nog wel op te brengen? Nou, ik zou zeggen, je moet er wel een beetje extra in steken. Je haalt het er niet uit, zeg maar. Nee. Het is een echte hobby. Het is echt een hobby. Je hebt misschien een paar sponsoren, maar... Mijn man. Ja, dat is dan fijn. Ja, precies. Ja, toch? Ja, dus... En het feit dat je genomineerd bent of een kandidaat bent voor de... Je bent niet meer genomineerd, je bent kandidaat voor de sportprijs. Ja. Dat is dan ook een hele eer, denk ik. Ja, zeker. Voor de relatief kleine sporten ten opzichte van andere sporten. Ja, en helemaal ponymennen hoor je gewoon heel erg weinig over. Nee. Ja, ik heb op ponyrijden vroeger gezeten, maar dan word je te oud en dan mag je niet meer op ponyrijden. Nee, ik had wel met mennen door kunnen gaan, realiseer zeker. Ik me nu. Maar je kan nog steeds beginnen. Gemiste kans. Nee, want we hebben heel veel leden die over de 70, 75 jaar zijn. Dat meen je niet. Ja. Dus wat leuk. Je kan altijd nog starten, je bent nooit te oud. Ik ben heel wijs geworden over de sportmennen van de koninklijke... Nederlandse Hippische Sportfederatie. Ja. Geweldig. Dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. En veel succes. Ja, bedankt.